Jongens, het is niet te geloven. Ik was hier in mijn prachtige Conradveen aan het rondlopen en toen zag ik in één keer hier een heel normaal kistje staan. Kisten zijn meestal niet zo gek. Maar er stond bij... Een boodschap aan koning Walnut. Ik denk, nou, wie zal dit nou zijn? Jultemax of zo? Of Frederix, weet ik veel. En ik kijk naar het boekie. Staat er brompompom! Koning Bram van Voorn is terug! Maar ten eerste, welkom allemaal bij deze nieuwe video. Dit moeten jullie even doen. Abonneer nou gewoon even. En like nou gewoon. Doe het nou gewoon. Bij 4000 likes op deze video. Doe ik een handstand tegen die muur. Tegen die muur. Oké, laten wij even dit boekje lezen die ik van onze Brompompom heb gekregen. Geachte heer Walnoot, ongeacht mijn afwezigheid zie ik dat je een hoop vooruitgang hebt gemaakt. Dat klopt, Bram. Je hebt een welvarend rijk tot stand gebracht en iets wat ik niet van jou had verwacht. Hoewel, Bram, je bent echt een loser. Je hebt nu je mooie kingdom, iets waar je veel waarde aan hecht. Nu je op hetzelfde level als ons bent. Als ons, hallo, ik ben echt veel verder. Ik ben veel verder dan Kingdom Forden. Forden is klein, Forden is zwak, Forden is niks vergeleken met mij. Het is misschien een keer tijd om bij te praten, denk je niet? We moeten immers nog tot een conclusie komen. Helemaal vergeten trouwens, ik verwacht een reactie terug. Zo niet, dan zie je vanzelf wat er gaat gebeuren. Met vriendelijke groet, koning Brom, Kingdom Forden. Jongens, Kingdom Forden is zo lang geleden. Dat is echt met de oorlog in Conradveen nog. En de oorlog in Conradveen is inmiddels echt al jaren geleden. 4-5 maanden geleden. Maar dat is toen, was Kingdom Conrad hier nog alleen een klein kasteeltje, meer niet. Inmiddels is het al zo groot. Maar we hebben dus bericht van hem. En wat ik mij nu bedenk, hè, ik heb nu oorlog met Julian, met koning Julian, koning Jultemax. En wat nou als ik Brom uitnodig om... Dit is serieus echt toeval, jongens. Dit is echt toeval dat hij zo'n dingetje, een boekje achter heeft gelaten. Weet je, ik ga Bram nu ook gewoon een berichtje sturen. Hij moet nu online komen en ik ga nu met hem bespreken. 2 hours later. Jongens! Bram is online, maar niet alleen Bram. Maurits is ook online. Dat vind ik best, ja, gek. Heel toevallig dat Bram is al zo lang niet online geweest, is Maurits er ineens ook. Maar goed, laten we even naar Kingdom Forden vliegen en vragen of Bram mij wil helpen bij de oorlog tegen Jultemax. Want ik ben serieus wel bang dat hij me aan gaat vallen binnenkort. Nou, die ben ik al zo lang niet meer geweest. Kingdom Forden. Oh my days. Laat even in de reacties weten als jij de oorlog nog kent. En laat even weten wie er gewonnen heeft. Want dan ben je pas echt een trouwe Conradveen-kijker als je dat weet. Oh mijn god, daar is hij. Daar is hij. Daar hebben we een keer koning Bram. Oh, wat heb... Oh. Hallo? Koning Walnoot. Dat is lang geleden, Brom. Het is lang geleden. Je ziet er nog almachtig uit, zoals gewoonlijk. Zo blijft het ook. Hoe is het? Het gaat voorspoedig. Kingdom Forden ziet er nog even zwak uit als altijd, moet ik zeggen. Nee! Nee. Dit is een pilaar, oh, dat meen je. Het is een pilaar, wat irritant. Geen zorgen. Oké, Brom, mag ik binnenkomen? In je zwakke koninkrijk. De laatste keer dat ik hier, denk ik, was serieus tijdens de oorlog. Dat wij hier op de brug de slag om Kingdom Forden hadden. Ja, wie ging dood? Ik, zeg het. Wie heeft de oorlog gewonnen? Hè? Wie was je de zwakste? Wie was de zwakste? Jij was de zwakste. Oké, maar dat is verleden tijd. Dat is serieus verleden tijd. We beginnen nu aan een nieuw hoofdstuk. Een nieuwe oorlog. Wat ben ik hier lang niet meer geweest? Wat was dat? Hoorde je dat ook? Dat was een trident. Hoorde je ook een trident? Serieus, ik ben verward. Ik weet dat Maurits online is. Zou dat Maurits zijn? Huh? Ik zoek nog altijd een trident, alleen ik kan er geen vinden. Ik hoor een serieuze trident. Oké, dat zal wel, weet je. Kom binnen. Welkom in jouw koninkrijk. Hey, wat doe je stoer? Hé, moet iets over... Heb jij vergaderruimte waar we kunnen praten? Natuurlijk heb jij een vergaderruimte, die kan ik nog herinneren. Natuurlijk. Het is een machtige keer naar voren. We hebben alles hier. En deze map inderdaad. Oh, ik weet het nog allemaal. Waarom hebben jullie de map zo gemaakt, terwijl mijn kingdom hier is? Als jullie hem de andere kant op hadden gemaakt... Het kan nog steeds trouwens. Jouw lelijke kut koninkrijk. Nee, maar als jij hier nou gewoon jullie koninkrijk maakt, dan kan je letterlijk mijn koninkrijk er ook nog op hebben. Nou, maar ik wil jouw kut koninkrijk er niet op. Oké, ik ga zitten. Brom, er is veel gebeurd in jouw afwezigheid. Kingdom Conrad is het grootste van allemaal. Er is niks meer groter dan dat wij zijn. Wat? Ja, ik heb inderdaad een brief achtergelaten. Ja, ik heb je brief gelezen. Wat betekende dat? Jij wilde tot een conclusie komen. Het was misschien een hele dreigende toon. Maar het is iets wat ik veel bedreigender vind. Is een incident dat ik op de achtergrond heb gevolgd. Mijn spionnen van het westen. Die Kingdom Conrad binnengedrongen om informatie op te doen. En die zijn toen erachter gekomen dat er een of andere gozer in jouw kerk was. Een kerk? Ergens boven een toren. Ja, dat is geen kerk. Dat is gewoon mijn koninkrijk. Dat is met een kasteel. Oh, joh, gewoon uit te slaan! Oh, sorry, rustig. Zitten.
Hoe heet het? Ja, dat is Julian. Hij begon als een noob. Hij is uiteindelijk binnengedrongen in mijn koninkrijk. Heb ik hem verwelkomd, weggestuurd. Ja. Is hij teruggekomen als koning. Met 50 man. Heb ik hem weer weggestuurd. En uiteindelijk heb ik hem ontvoerd, in mijn kasteel opgeslagen. En nu is hij ontsnapt. Hij zegt dat hij met nog meer mensen terug gaat komen. Juist. Dit is iets wat mij triggert. Dit kan mijn koninklijk instinct kan dit niet aan. Wat kan we het niet aan? We hebben namelijk een nieuwe bedreiging in contact. Iemand die beweert sterker te zijn. Julian is de bedreiging. Juist, en dat kan ik dus niet hebben. Want als één iemand beweert sterker te zijn dan Kingdom Forden... Ik ben sterker dan Kingdom Forden. Je sterft bij deze. Niet doen. Oké, weet je, kom mee. Ik nodig je even uit om mee te komen bij mij naar Kingdom Content. En dan gaan we even... Trouwens, dus ik ben wat dat betreft geen high class. Nee, dat ik zei, je loopt achter. Kingdom Forden loopt achter. Ja, ik ben geen grinder, Max. Oké, ga jij maar via de Netherportal, ik zie je zo. Doei. Misschien dat hij mij wel wil helpen. En nu Maurits online is, dat is serieus heel toevallig. Echt waar. Kan ik hem ook vragen of hij mij wil helpen? Laten we gelijk Maurits vragen. Ik vraag me af of die er überhaupt is. Maurits, ben jij er nog? Oh mijn god, daar staat hij. Daar staat hij! Maurits! Hey Maurits! Hallo? Hallo? Hey, zo, wat ben jij al lang niet meer hier geweest? Waar heb je het over? Ik weet niet wat ik heb. Wat heb je al die tijd gedaan dat ik jou niet gezien heb? Heb je hier gekluisd onder de grond zitten rotten of zo? Geheim, het schijn. Hey, ik nodig jou bij deze uit om even naar mijn koninkrijk te komen. En dan wil ik even overleggen met iets. Nu ik hier bent heel toevallig. Ik heb Bram uitgenodigd. En toevallig ben jij er ook. Dus wil jij even langskomen? Gezellig. Ja? Yes. Oké, vlieg maar mee. Tuurlijk ben jij al die lighter. Je bent ook gewoon een goede grinder. Ik ben een grinder. Hoe is het met je? Ja, prima. Ja? Dat gaat goed. Ja, thuis goed. Oké, kom maar mee. Kijk, daar hebben we Brom. Brom, die zit in de grond. Bram, wat ben je aan het doen? Ik zit. In de grond. Ja. Hé, jongens, kom even mee. Het is nacht, het is donker. Kom gezellig mee naar mijn vergaderruimte. Weet jullie waar die is? Nee, zeker niet. Dat is 15 jaar geleden geweest dat ik hier ben. 15 jaar geleden? Oké, zoek het maar. Het is ergens in het kasteel. Ik laat ze zoeken. Hier staat ooit de map, maar die is weg. Die is verdwenen. Oké, jongens, armor uit. We werken hier met respect. Alles moet uit. Helmen ook af. Respect gaat het om. We gaan om respect. Zeg je. Nee, niet alles. Nee. Terug aan. Oké, jongens, ga lekker zitten. Welkom bij deze vergadering. Bram en Maurits, lang niet aanwezig geweest. Die zijn lang in winterslaap geweest. Wintersport. Wintersport en zo. Maar ik word aangevallen. Ik word bedreigd door Julian. Jultemax is de naam. En ik heb een leger nodig. Dus bij deze willen jullie me helpen. Ik ga straight to the point. Ja, kijk, dat is ook straight to the point, Bram. Er is niemand die sterker is dan Kingdom Forest. Hou je bek, jongen. Dus jij helpt? Ja, tuurlijk help ik. Jij helpt. Hij is nu verdwenen. Hij zei dat ik 2 dagen de tijd had. En dat zei hij gisteren. Oftewel, dat zou betekenen dat hij morgen of overmorgen... Ik weet het niet meer. Morgen of overmorgen komt hij terug. Ik weet niet of jullie dan kunnen. Morgen. Even kijken in mijn agenda. Plus 1. Oh shit, ik heb de plantjes niet water gegeven. Zit in mijn agenda. En jij? Ik kan. Jij kan overmorgen of morgen? Overmorgen niet, maar morgen wel. Oh, dan hoop ik dat hij morgen aanvalt. Dat is afhankelijk, want mijn grootmoeder en grootvader die komen terug van een vakantie in Spanje. Dat kan ik zo ophalen. Dus morgen kan ik wel, maar overmorgen station? Niet. Waar is het station? Ik vlieg met mijn light train. Eindhoven. Oké, jongens, morgen of overmorgen vallen ze aan. Valt hij aan met meerdere mensen. Ik heb een leger nodig. Ik vraag bij deze om jullie hulp. Ja, als hij overmorgen aanvalt, dan moet hij even wachten. Dan ben ik nog niet klaar. Als hij overmorgen, dan is het volgende week. Ja. Oké, okay, prima. Ja, maar dat prima. Kan niet zaterdag. Nee, hey, maar voor de kijkers weten toch niet wanneer overmorgen is voor hun. Daarom. Ja. Nou en? Daarom. Dus doe maar morgen. Oké, jongens, morgen stop. Morgen mag je aanvallen. Dan wil ik jullie vanaf nu hier zien. Jullie zijn welkom om hier een huis te claimen, die nog niet geclaimd is. En om hier tijdelijk te wonen voor de oorlog. Jullie zelf voor te bereiden. Jullie eigen wereld achter jullie te laten, want dat betekent niks meer. Oké? Is dat duidelijk? Is dat duidelijk? Dit kan mijn ego niet hebben, man. Is dat duidelijk, Maurits? Ja. Helaas wel. Jullie zijn niet eens meer welkom. Jullie zijn verplicht om hier gewoon te wonen tot hij aanvalt. Jullie mogen wij zijde niet meer verlaten. Nou, maar zo werkt het niet. Ik ben hier een ZZP'er. Ik ben hier niet onder jouw leiding. Je krijgt betaald in... Er is maar één manier hoe je lanterns. Dat is niet de betaling waar ik op had gehoopt.
Oké, okay, jongens, kom. Ik bied jullie wel een huisje aan. Willen jullie in het kasteel wonen of in een huis in het dorp? Ik zou eerst graag de opties gaan bekijken. Ik wou net zeggen. Oké, opties. Komt ie. Optie 1. Optie 1 is een kamer hier die nog niet ingericht is. Maar dit is een van mijn potentiële logeerkamers hier. Kijk, dit is een potentiële logeerkamer. Meer heb je dan niet. En dan mag je het zelf inrichten, zelf helemaal aankleden hoe je het wilt. Best klein, maar het is een kamer in het kasteel. Dan verder heb ik nog veel potentiële kamers in het kasteel. De ruimte die hiernaast komt. Kijk, er komen hier nog mogelijk heel veel nieuwe ruimtes met slaapkamers en weet ik wat allemaal. Jezus Christus. Nou, deze kamer is te klein. Optie 2 is dit. Is het huisje van Jultemax, van Po, van Julian. Maar die is natuurlijk nu even me verraden en die is weg. Dus dit huisje is nu voor... Kijk, dat kan ik ook gewoon weghalen. Dat is niet meer het huisje van Po. Dit is een huisje voor één van jullie, tot de beschikking. Oké, dips, disrespect. Ik ga hem zo tering hard disrespecten door dit huis te claimen. En als volgende... Oh mijn god, alle huizen zijn al bezet. Oh nee, iemand mag ook dit windmolentje hebben trouwens. Die is ook nog van iemand. Dus het is of een huis in het kasteel of een van deze twee. De rest is al bezet. Die is van Frederik, Jason de Mason, Floren, nee, Berend, Berendina. Dit wil ik eigenlijk. Ik claim deze. Ik claim deze. Nee, ik wil een steenpapier scharen. Nee. Jongens, hier heb je ook een roommate. Het is Arie. Arie de roommate. Ja. Die mag je niks aan doen. Ik wil een steenpapier scharen. Nee, jij wilt een andere huis op. Steenpapier scharen. Nee. Als een echte man vecht dit uit met steenpapier scharen. Anders ben je geen echte vent. Anders toon je schoon. Nou, dan ben ik een echte vent. Heb ik een steenpapier scharen. Nee. Oh, zo werkt het niet. Oké, ik bepaal het voor jullie. Ik bepaal het. Ik ga het helemaal random bepalen. Komt ie. 3, 2, 1. Deze is van Maurits. Die is van Maurits. Ja, ik wil steenpapier schaar. Dan ga je gewoon de speel lekker die eentje. Nou, ook. Prima. Ik hou van Arie. Oké. Het huis van de almachtige koning Brom te Vorden. Vorden. Juist. Dat ziet er goed uit, Bram. En of dat zo is. Oké, dus jij woont hier. Maurits woont in de dinges. Hier komt binnenkort ook een nieuw huis. Dus wie weet wordt die ook geclaimd dan. Hé, hey, maar dinges, jij hebt gewoon... Kijk even hoeveel verdiepingen jij hebt. Hè. Je hebt hier een kleine tuin zelfs, waar je dingen kan doen, Bram. Je hebt hier een verdieping met daarbij een deur naar deze kant. Hier, waardoor je sneller bij het kasteel komt. Okay. En je hebt gewoon nog een zolderruimte hier, waar heel veel ruimte is. Moet je zien. Oh, wauw. Sexy. Is en er zitten spullen in? Ja, dit is spullen van Jultemax. Die mag je hebben. Mooi, er zitten zaal in. Ja, dit mag en allemaal enchanted boekjes. Oh my god, protection 4 en alles. Ja! Winst! Oké, okay, Maurits zei hier. Belangrijk, hier. Je moet deze sign nog veranderen. Oh, heel belangrijk. Ook een sign. Hier, deze. Ja, oh, er stond daar huis van Po. Huis van... Nou jongens, welkom in Kingdom Content. Voel je thuis. Wat mij betreft mogen jullie ook hier permanent wonen. Maar dan zou ik wel voor een beter verblijf zorgen natuurlijk dan wat jullie nu hebben. Jij weet dat mijn broedplaats op Vorden blijft. Ja, maar Floor en René wonen hier tegenwoordig ook. Die hebben de jungle verlaten. De jungle. Wat? Ja, de jungle is verlaten. Die hebben ze verlaten. Oh my, dit nee. Ik ben heel blij met Arie, dus. Nou jongens, veel succes. Ik ga even mijn succes voor bereiden daar of mij voortzetten in mijn kasteel. Nou jongens, dat was me weer een avontuurtje met Bram en Maurits. Ze gaan me helpen. Ik heb ze een huisje aangeboden waar ze lekker even tijdelijk mogen wonen. Zodat ze me kunnen helpen met de oorlog tegen Jultemax. Als jullie nog mensen hebben die mij kunnen helpen, want we hebben nu een lijstje. René, Floor, Nathan, Bram, Maurits, Frederik... Weet ik niet zeker. Want even een clipje voor jullie jongens. In de vorige aflevering was ik met Julian aan het praten. En wat jullie is opgevallen... is dat Frederik op de achtergrond aan het rondlopen was. Je hebt het al eerder geprobeerd met heel veel mensen. Maar het gaat je echt niet nog een keer lukken. Ja jongens, je zag het. Hij liep achter me. Dus ik denk niet dat we Frederik nog kunnen vertrouwen. Maar hebben jullie nog mensen die ik moet vragen... of ze mij kunnen helpen in deze oorlog? Laat het me weten in de reacties. En like gelijk, want we gingen voor 4000 likes. En dan nu in de vorige aflevering heb ik jullie gevraagd... of jullie het erg vonden. Of leuk of niet leuk vonden. Als ik veel aan één project aan het werken was. Jullie zeiden, Max, weet je, ga lekker gewoon aan één project bouwen. Bouw het lekker helemaal af. We vinden het helemaal geweldig, helemaal leuk. En daar was ik zo blij mee. Ik dacht van, oh, dan kan ik gewoon lekker verder aan het kasteel zonder te denken van, oeh, misschien willen jullie wel wat anders zien. Ik probeer zoveel mogelijk leuke verhaallijnen en weet ik veel wat allemaal voor aan jullie te geven. En tegelijkertijd het survival en bouwaspect te houden. Want het moet wel natuurlijk niet alleen leuke verhaaltjes in oorlog zijn, maar het moet ook nog steeds content veen blijven met bouwen en gewoon echte survival dingen. Dus bij deze, veel plezier met kijken naar deze timelapse van hoe ik het kasteel hopelijk nu van buiten helemaal af ga maken. De laatste finishing touches gaan geven. Zodat we daarna gelijk kunnen beginnen aan het interieur. In 3, 2, 1.
jongens. Daar zijn we weer. En het was minder werk dan verwacht. Ik heb, als het goed is, alles van buiten afgemaakt, jongens. Er is geen dingetje meer om het kasteel heen wat nu niet af is van buiten, hè? Laten we sterk zijn van buiten, ja. Trouwens, nee. Deze muur ben ik helemaal vergeten. Oh, maar deze. Deze hele platte muur hier moest ik nog wat van maken. Maar dat komt volgende keer wel. Ik ben in ieder geval tevreden. Ik heb een paar vlaggetjes toegevoegd. Ik vond ze wel leuk, wat rode vlaggetjes. Ik twijfel of ik er niet te weinig heb. Het zijn er maar 3, maar moeten er nou meer vlaggen bij, jongens? Ik kan nog wel op de kleine torentjes hier dus zo nog wel vlaggetjes achterlaten. Maar ja, ik twijfel erover. Laat maar even weten wat jij vindt. Misschien vind jij wel dat er meer moeten. Maar goed, ik ben zo tevreden met het resultaat van het kasteel, jongens, van buiten. Het ziet er zo leuk uit. Het is nu tijd om de binnenkant natuurlijk te doen. Maar waar ik mee twijfel, en daar moeten jullie mij ook even mee helpen. Ik weet dat ik vraag zoveel dingen aan jullie. Maar ik heb nu kastelen opgezocht. Ik ben naar kasteel toe geweest. Ik ben naar Harry Potter begonnen om naar Swijnstein te kijken. Allemaal leuke dingetjes. En wat me opvalt bij elk kasteel is de vloer is gewoon steen en niet hout. Kijk, ik heb een mooie houten vloer erin. Maar ik twijfel om nu gewoon mijn vloertje hier ook van steen een keertje te maken. Dus als jullie zeggen, nee man, ik zou het van hout. Dat vind ik veel mooier. Ik denk serieus om gewoon de hele vloer zoals dit te hebben. Een normaal steen er ook tussen. En dan ook hier. Tapijt hou ik erin. Ik hou even goed gewoon dit tapijt zoals hier dit er allemaal in. Maar in plaats van dat je dan hout aan de randjes ziet, wil ik steen aan de randjes. Om het gewoon net even wat kasteelachtiger te maken. En dan ja, in een grote ruimte zoals dit wordt natuurlijk niet helemaal tapijt. Dus dan krijg je een tapijt in het midden naar de troon daar. En de zijkant zie je gewoon steen. Ik denk dat dat serieus wel echt heel mooi gaat zijn. En goed nieuws. Maurits en Bram wonen hier natuurlijk. Maar ik heb daarna nog heel even met Maurits lopen praten. En Maurits wil hier permanent gaan wonen, jongens. Dus Maurits gaat denk ik daar een huisje bouwen. Of hier, of weet ik van waar hij wilt. En dan komt hij permanent bij mij wonen. Dus dat vind ik serieus wel heel gezellig. Hé, dit klopt trouwens nog niet. Je moet nog zo. Zo, kijk, nu ziet het er even iets meer af uit. Ik moet er eigenlijk ook nog een vloertje zoals dit in, maar ik kan de moeite niet doen. Alright, dan is het nu eigenlijk tijd om deze kamer een beetje te gaan vullen, jongens. Maar voordat ik dat wil doen, wil ik weten of ik een steen of houten vloer doe. Dus laat ik hem nog niet vullen, deze grote hal. Maar ik denk dat het eerst tijd is om stukken doorwerk te gaan doen, zoals de plafonden, de muren netjes maken. Want het ziet er van binnen natuurlijk echt helemaal niet uit. Het is de enige kamer die af is gewerkt van binnen. Kijk, nu kan je hem gaan inrichten, maar hij is afgewerkt. Deze kamers zijn allemaal gewoon nog niet afgewerkt. Dus laat ik beginnen met best wel een lijp iets, denk ik. En dat is deze kamer verlengen naar deze ruimte hier. Ik denk dat ik dat wil doen. Dus dat zou betekenen dat ik dit allemaal weg moet halen. Zo. En dat is best wel pijnlijk iets om te doen. Omdat ja, het is toch, dit heb ik ooit helemaal aan het begin van Content V natuurlijk gebouwd. Deze muur hier, waar ik nu aan het slopen ben. En nu moet ik het gewoon weghalen. Maar ja, dan krijg je wel, het mogen geen twee losse kastelen naast elkaar zijn. Het moet één kasteel zijn. Ook van binnen moet het echt voelen als één kasteel. Wat is dit? Waarom zit hier boekenkasten? Oh, dat was gewoon detail. Mooi hoor, Max. Mooi detail weer voor jou. Heb je goed gedaan. Komt-ie. Boom. Dan zijn we in één keer in deze ruimte. Oké, nu ben ik echt benieuwd. Ik ben zo benieuwd hoe dit gaat ogen. Dat als je hier voortaan loopt door... Dit was de grote hal, hè, dit. Die wordt natuurlijk nu verplaatst daarin. Oh, maar het is nu al... Oh, dit voelt nu al zoveel groter gewoon. Het voelt zo ruim van binnen ineens hier. Nu al. Terwijl dit is nog maar een klein gaatje wat ik hier gemaakt heb. Ik hoop echt niet... Jullie mag dit echt niet overnemen, jongens. Dit is niet van jullie. Dit gaat niet van... Wat zit hierin? Huh? Een koekpoortje op. Dit mag... Huh? Nog een keer een poep. Zit er nou in elke een cooked pork chop? Ja, serieus. Wat is dit allemaal? Ja, het zal wel. Maar dit mag echt niet van Julian worden, jongens. Het mag hij no way dat hij dit over mag nemen. Het is gewoon mijn koninkrijk. Mijn mooie kasteeltje. Veel zeg mijn best op gedaan. Zo. Kijk, het is nog niet netjes afgewekt. Maar ja, dat zijn we gewoon mee bezig natuurlijk. Maar kijk dit alleen al, jongens. Als je hier komt. Dit wordt gewoon een kruising, deze kamer. Ik denk dat dit gewoon de splitsing in het kasteel wordt. Dat je hier komt of zo. Dan kan je hier doorheen. Dan kan je hier doorheen. Maar ook hier doorheen. Door deze ruimte. Ik denk dat ik dat houd als serieus daarvoor moet gaan gebruiken. Dat ik hier de trapdoor zo wil doen. Zoals dit. Dat het hoekje mooi is afgerond. En dan hier dat hout. Zo. Oh, maar deze. Het gaat denk ik serieus... Oh, ik heb niet genoeg hout. Dit gaat serieus denk ik echt perfect uitkomen. Maar dan moet het wel een beetje symmetrisch-achtig zijn. Dus dan moet dit weg. Zo. Zo. Ja, ook weg allemaal. Hout ertussen. Morfen het hout. Of ja, morfen. Wat zeg ik nou? Slap. Slap. En die weg. En dan een ster erin. En dan klopt het als het goed is. Ja, kijk. Want deze is één breder, dit pad.
gat. Maar dat is niet erg. Dat kan gewoon gebeuren dat deze één breder is. Enig is dat het wel donker is, maar... Holy crap, wat een verschil. Dit vind ik serieus zo ontzettend leuk. Kijk, ik heb nog red wool bij me van de vlaggen. Die kan ik gelijk mooi gebruiken hiervoor. Nou, wat ik al zei, ik wilde dit waarschijnlijk natuurlijk gaan gebruiken voor... uiteindelijk voor steen. Dat ik hier steen doe, maar voor nu doen we gewoon eventjes... Oh, wat doe ik nou? Voor nu doen we het nog eventjes hout. Om gewoon even het idee naar voren te brengen alleen. Wat? Sorry dat het heel... Het is misschien helemaal niet heel bijzonder of zo natuurlijk. Jullie denken, waarom ben je nou zo blij hiermee? Maar ik had niet gedacht dat dit zo'n eenheidsgevoel ging geven. Ik had echt veel meer gedacht van... misschien dat het van binnen nog wel een probleem gaat zijn... met dat het echt als twee losse kastelen gaat voelen. Maar als je hier nu loopt, jongens... Dit klopt toch gewoon? Wat ik met lanterns kan doen is zo... wacht even. Misschien zo en dan daar... Gewoon dit doen zo... En dan hier twee lanterns even tijdelijk zo, weet je. Of gaat het dan... Nee, dat voelt het trouwens weer niet als één. Je moet oppassen dat je dat soort dingen dan niet verpest. En alsnog als los iets laat voelen. Hier, dan zetten we nu gewoon even hier een lantern en hier een lantern. Dan is het even belicht. Kijk, waar wil ik nog meer doorgangen maken? Hier wilde ik nog een doorgang maken. Dus dan moet ik ook eventjes deze muur weghalen. Dit moet ook als één geheel gaan worden. Kijk, dit kan allemaal gewoon weggehaald worden. En dan denk ik hier de doorgang. Kijk, zoals dit. En dan kan hier... Oh, doe ik het weer. Hier kan gewoon het wol zo verder lopen. Zo, gewoon één laag hoger. Dat kan helemaal geen kwaad. En dan hier doen wij gewoon zo een doorgang. Zoals dit. Ja, kijk. Oh, dat komt er perfect uit. Maar dan moet die daar weg. Hier. Zo, oké. En dan hier moet het weer eigenlijk zo netjes naar beneden lopen. Nu al. Nou, to be honest, misschien al hier zelfs. Kijk, dat dit al zo loopt. Zo. Kan je hier alsnog de muziekplek van houden. Hoe ik het origineel in gedachten had. Maar, er kan een muur. Die kan gewoon dichtgemaakt worden. Die hoeft niet meer van hout en weet ik wat allemaal te zijn. Kijk, nu is het gewoon een los iets. Moet het even belichten hier. Wederom komen er nog mooie lichtjes. Maar hij is nog niet af, jongens, het kasteel van Muiten. Hij moet ook nog belicht worden, zoals je ziet. Er zijn nog wel een paar dingen die gedaan moeten worden aan het kasteel. Maar in ieder geval, de doorgang hier voelt ook al gewoon zoals het hoort. Ja, deze muur moet trouwens wel weg, zo. Dat klopt het helemaal. En dan denk ik dat ik dit hier... Kijk, dit loopt een beetje gek daar naar binnen. Ik denk dat ik dit gewoon... Zo wil afwerken netjes. Kunnen de lanterns hier ook weg? Die hingen eerst normaal buiten. Ja, normaal was dit gewoon buiten, jongens. Dit was gewoon niet zoals nu dat het de binnenkant van het kasteel leuk is. Nee, dit was gewoon echt alsof je buiten... Ja, dit, niet eens alsof. Dit was gewoon de buitenkant van het kasteel. Zo, dan hebben we even geslapen, waardoor het een beetje dag is. Kijk, dat randje daar maakt niet uit, want er komt nog een verlaagd plafond in. Hier wil ik dan toch zoals dit werken. Kijk, want dan klopt het gewoon met het randje hier. Nee, ik denk dat ik hier dit wil ik toch verlengd hebben hier. Ik wil pas hier dat je weer zo naar beneden gaat. En dan hier moet het wel gewoon van wol zijn, zoals dit. Kijk. Ja, dat voelt netter. Kan je namelijk hier ook weer zo doen. Kijk, kan je het een beetje nog vierkant houden hier binnen allemaal. Ja, dit begint er al netjes uit te zien, hè, jongens. Dit hoekje hier. Dit hoekje hier begint er al prima, die moet even zo, uit te zien. Gewoon twee doorgangen naar het, de oude omgeving van het kasteel, die wel ingericht is natuurlijk. Dan moet dit, ja, dit rare ding hier, moet even een beetje gedaan worden. En dit ook. Dit moet een gang worden. Maar ja, deze ruimte hier, dat ziet er ook niet uit. Hier wacht ik nog even mee met deze gang, hoe ik dit ga doen. Wat ik nu in ieder geval wilde doen, is hier in de grote zaal, maken we dit even dicht. Wil ik het midden vinden, dat is volgens mij deze lijn, klopt dat? Ja. Oftewel, dit is het midden, zo. Dat betekent dat ik hier, wil ik het zo hebben. We gaan niet, vertrouw me jongens, dit gaat er een beetje gek uitzien misschien. Maar ik ben wat leuks van plan. En dan weer zo'n doorgang, zoals dit, van 5 breed. En dan aan de andere kant hier, dat kan natuurlijk niet hier. Want dan zit je buiten. Oké, daar moeten we rekening mee houden. Oh, daar klopt dit trouwens. Dit klopt dan al helemaal. Kijk, het ziet er nu zo uit. En hetzelfde wil ik hier hebben. De toren die ik hier heb, die kan eigenlijk wel weg. Vooral aan de binnenkant, want die zie je niet eens meer. Het was eerst een toren die ik aan de buitenkant had gebouwd. Uiteindelijk heb ik hier nog een heel blok omheen gebouwd. Dus die kan net zo goed weg, deze toren. Het is een beetje verzonden van de ruimte om hier nou gewoon zo'n groot blok te hebben. Zo, dan is dit ook netjes afgewerkt. Ik bouw dit dicht, terwijl het eigenlijk helemaal nergens voor nodig is. Want als het goed is, ga ik dit gewoon weer openbreken nu. Maar goed, zo 1, 2 en dan 1 dik doorgang hier. Om vervolgens weer zo te doen. En ik denk zelfs dat ik het... Nee, trouwens, is wel prima zo. Zo, en dan 5 breed weer. En dan hopen we dat als we dat doen... Oh, dan komen 3 dik uit. Oeh, dat is iets minder. Maar dat kunnen we fixen door deze muur misschien iets dikker te maken. Om het dan symmetrisch te maken. Oké, dan hebben we alweer echt een nieuw eenheidsgevoel gecreëerd met die ruimte dat je hier binnen
binnenkomt, dat je gewoon gelijk die ruimte hebt en die ruimte. Het is al, ik vind het een beetje gek in mijn kasteel daar, dat je altijd zo vaak alleen gangen naar één ruimte hebt. En dan de enige route naar die ruimte is gewoon inderdaad één gang. En nu kan je gewoon meerdere routes nemen. Dat is gewoon zoveel chillen. Ik denk dat ik zelfs hier in het midden ook nog zo... Oeh, ja, 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 absoluut. Absoluut, dit zo. Oh, dat maakt het wel helemaal lijp volgens mij. Of niet? Of maakt dat het net te dun? Nee, dat maakt het net te dun weer. Of dat moet hier dan ook? Dat kan het. Als het in deze randjes ook zit. Kijken. Ja, dan kan het iets meer. Twijfel er nog over. Oké, dan hier gaan wij een randje maken vanaf hier. Kijk zo. Oeh, dat kan niet. Oeh. Ik wil het wel symmetrisch houden. Kijk, hier is het namelijk 2 dik en hier is het ook 2 dik. Oeh, moeilijk. Moeilijke keuzes. Ik hoop dat jullie snappen wat ik doe, jongens. Volgens mij ben ik maar een beetje aan het ratelen en weet ik wat. Het is ook voor jullie... Het is 1:00 s'nachts. Het is inmiddels 1:00 s'nachts en ik ben nog steeds aan het spelen. Ik weet het, ik weet het. Het is best wel zielig. Maar ik heb tegen mezelf gezegd, ik wil dit vanavond gewoon even afmaken. Alleen hoe later het wordt... Hoe minder logica er uit mijn mond komt altijd. En hoe meer ik gewoon onzin aan het vertellen ben als ik mijn opnames aan het doen ben. Dus ik vraag me af, wie kijkt nu nog de video? Laat even weten in de reacties als je nu nog de video kijkt. Als je dit gehaald op dit moment. Ik denk dat ik hier links gelijk een trap wil maken, jongens. Dat als je binnenkomt, dat hier een trap is. Het blijft natuurlijk nog de grote hal. Maar dan is dit hoekje gelijk gevuld. Want dan vanaf hier kan ik de pilaren maken. En dan kan ik hier zo'n overkap dingetje maken waar je kan lopen. En dat kan je dan ook zien. Daar de troon. Daar heb je zoveel zin in. Hier moet toch de doorgang zo komen. Maar ja, dan... Dit kan weer net niet eigenlijk, dit zo. Ja, of... Ik laat dit... Oh, ik heb een idee, jongens. Kijk. Ik laat dit helemaal naar boven lopen, zo. Kijk, zoals dit. En dan, wat we dan doen aan deze kant... is hier ook eens zo'n klein randje... om het een beetje symmetrisch te maken. Zien dat het ook wel een soort mooi aspect geeft. Kijk, zoals dit. Even kijken. Ja, kijk, daar klopt het weer, zie je? Dan klopt deze ingang is symmetrisch aan de beide kanten. Dan hier moet dit randje ook nog opgevuld worden. Alright. Oké, dan is deze kamer qua muren zo goed als klaar. Dat hoekje daar, dat... Ja, dat is alleen even jammer dat dat zo is. Maar het is een kasteel. Niet alles is perfect. In een kasteel. Maar kijk, dan zijn het tenminste losse kamers van elkaar, weet je. En dan zie je ook als je binnenkomt hier zo, dat je denkt van, oh, je kan ook echt naar 2 verschillende kamers gaan. Het is niet dat dit naar dezelfde ruimte leidt. Alright, nou, bij deze moet ik de aflevering helaas wel afsluiten. Het is denk ik bedtijd voor mij. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Abonneer zeker even als dat zo was. Like ook even, want dat zou ik heel leuk vinden. En dan nu, kijk lekker deze video. Want is het vorige content van deel, heb je die nou gemist? Kijk hem even, dan ben je helemaal up-to-date en dan weet je precies gewoon wat er weer gaan is. Maar voor nu spreek je laat glaasje water tot 4 flesje bier. Het is 1:00. Dus ik ga niet meer schreeuwen. Yeah!